Help de getroffenen van natuurgeweld. Dat is de oproep van het Surinaamse Rode Kruis om hulp te verlenen aan die getroffen zijn door orkaan Irma. Deze verwoestende storm heeft ernstige schade aangericht in onder andere Barbuda, Sint Maarten, Haiti, de Dominicaanse Republiek, Cuba en ook in Florida. Duizenden mensen zijn dakloos geworden en hebben haven en goed verloren. Na orkaan Irma heeft orkaan José zich aangediend. Nu bereiden de Mexicaanse autoriteiten zich voor op de komst van nog een orkaan genaamd Katia. Daarnaast is Mexico op 8 september ook getroffen door een zware aardbeving. Ernstige schade heeft die aangericht. Het Caribisch gebied heeft steun nodig en het Rode Kruis vraagt de gemeenschap een financiële bijdrage te doen. De storting kan geschieden op verschillende banken op een rekening van het Surinaamse Rode Kruis. De storting moet geschieden onder vermelding van Help het Caribisch gebied.